I've got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Jongen in de omgang, altijd relaxed, nooit chagrijnig, altijd een woordje voor je klaar, altijd geïnteresseerd in de andere mensen. Ja, ik denk dat zeker dat hij er niet veranderd is. Een echte vriend noem ik dat, omdat iets een persoon dat, heb je wat help nodig of zoiets, denk ik dat hier staat er klaar voor. Dan kan je hem zo bellen. En dan kom je om te helpen. Ja, altijd 100% concentratie, het nooit laten afweten. Ja, en ook daarnaast zeer multifunctioneel. Kon doelpunten maken, maar was ook een aangever. Zeer vaardig in het controleren en het afleggen. En met de kopscoren kon hij ook als geen ander. Ik ben ook nummer 9 ben ik geweest, dus ik volg hem eigenlijk een beetje op. En hoe hij bepaalde ballen ja, bij zich hield, hoe ze bewogen rondom de 16, ja, daar heb ik zeker van geleerd. Ja, binnen de 16 en wat ik noem een echte target. Scoort niet zo fijn eigenlijk, maar laat een bal klaar voor anderen. Bijvoorbeeld in het begin met Dennis Bijkamp en zo. Ja, hij kon wel geintjes uithalen eigenlijk. Hij kon heel goed met Sjaki Wolles opschieten. Maar nee, niet dat hij je opeens een gat in je broek had of zoiets. Nee, daar kon ik hem niet op betrappen.